Yo mensen, Groen van DNPNL met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met de grootste missers in voetbal. We gaan reageren op de grootste missers. En oh mijn god, ik had er laatst al één op mijn Instagram geplaatst. Volg me nog niet op Instagram, doe het dan zeker. Koen K-O-N. Maar echt, sommige missers die je in deze video gaat zien, dat krijg je gewoon nooit meer uit je hoofd. En ik wil graag dat jullie na deze video een comment achterlaten welke misser het allergrootste is. Ik denk dat ik wel weet welke het is, want ik weet het voor mezelf in ieder geval. Maar sommige missers zijn echt, oh mijn god, echt ongekend. Vind je het zo video's leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. Verder zijn likes helemaal top zijn. Abonneer op mijn kanaal, kan hier beneden. Abonneer, druk op dat belletje. Dan krijg je een melding wanneer er weer een nieuwe video is. Ja, wie wil dat nou niet? Nou, ik kan me niet voorstellen dat je dat niet wil. En ben je op zoek naar tegoedkaarten of naar abonnementen voor PlayStation Live? PlayStation Live, oh mijn god. Voor PlayStation Plus, Xbox Live, wat dan ook. Ga naar ikwiltegoed.nl, er staat altijd een link in de beschrijving. Top site. Ja, je zou bijna zeggen dat het mijn eigen site is. Oh, wacht. Dat is het ook. Oké, in ieder geval, laten we maar beginnen met kijken. Ik ben er klaar voor. En mensen, ik kan je alvast vertellen, de eerste misser, dit is misschien wel de grootste misser die we ooit gaan zien. We beginnen meteen goed met een heerlijke misser. Deze is denk ik een paar dagen geleden gebeurd. Choupo-Moting, echt, kijk even. Ik ga gewoon niks zeggen, je moet even zien. Dit is, oh. Dit kan gewoon niet. Weet je wel, als zo'n bal soms aankomt met zo'n stuiter of zo, en dan gaat hij over, dat is slecht. Maar dit kan gewoon niet. Dit is gewoon ongekend. Volgens mij wilde hij een soort van de bal niet raken of zo, omdat hij dan de goal nakte, maar ook weer wel om wel het goal te nakken of zo. Echt. En we gaan hem nog een keer kijken. Oh, maar ik snap het gewoon niet. Ik snap oprecht niet hoe dit kan. Er was trouwens ook een beeld van Mbappé die echt keek van, hoe kan dit gebeuren? Even kijken of ik die kan vinden. Hier is die mis weer. Hier zie je het. Hier krijg je Mbappé te zien. Die zit ook echt van, wat gebeurt hier? Ziek mooi. Nou, laten we maar doorgaan met de andere mis. Oké, daar komt hij. Oeh. Oh mijn god, die schiet hem gewoon. Oh, die houden hem wel rustig. Dit was een goede paas dit. Jezus, echt ook ver naast. Niet die derde paal ging, echt gewoon een stuk naast gewoon. Guardiola werd ook helemaal gek, ongekend. Dat was gisteren, voor jullie waarschijnlijk eergisteren als jullie deze video zien. Heeft Spurs gewonnen van Manchester City. Denken jullie dat ze het vol gaan houden? Komt nu een polletje in beeld? Ik denk het persoonlijk niet. Maar ja, de wonders in de wereld nog niet natuurlijk. Ik denk dat City er thuis wel overheen gaat. Maar ja, het ding is wel, als Spurs nu één keer uitscoort, ja, dan zijn ze binnen. Oké. Okay. Wat zien we hier? Oh. Oh. Jezus, hoe raakt hij hem dan? Was trouwens wel buiten spel volgens mij. Oh, hoe mis je dit, jongen? Het is ongekend. Unde. Dat is trouwens wel een groot talent voor mij. Voor mij is dat een beetje de concurrent van Kluivert, als ik het goed heb. Oh, zulke ballen. Het is echt gewoon een beetje triest. Het voelt gewoon een beetje triest. Huh? Ik dacht dat hij erin ging. Jezus. Oh, die mag er ook wel in, zeg. Tering. Besef dat, wat die commentaar nu ook zei, dan dat hij over zijn schouder keek en toen was de vlag omhoog voor buitenspel. Dan ben je volgens mij echt blij. Maar neem niet weg dat als nog een tering grote mis is, maar ja. Maar is het wel nog een beetje van, ja, maar kijk, al had ik hem erin, zo had hij toch niet geteld. Dus op zich, dan heb je nog wel het gevoel van, ja, het kan erger. Maar dit kan, hoe kan? Maar dit is gewoon wel hard, maar dit is ook buitenspel trouwens, dit. Hoe ver over ook? Het is ook niet een beetje over, maar hij staat het wel op, zie je, op het eind. Maar het is ook buitenspel, is minder erg. Oh, een pakketje. Huh, daar ben ik weer. Back in town, back in business, bitches. Wat doet hij? Hij staat gewoon over de bal. Is het weer Morata? Nee. Dat is nummer 7, toch? Het is gewoon weer Morata. What the fuck? What the fuck? Jezus. Die kan gewoon echt niet met de druk omgaan als hij open goal staat of zo. Oh, wat triest. Wat triest, wat zielig. Oh. Lewandowski ook. Oh, maar hij was wel moeilijk aan. Ja, nee, okay, hij had er wel in gemogen. Oh, hij wordt ook gek. Hij wordt gek. Rustig aan, Lewandowski. Rustig aan. Oh, doe nou rustig, jongen. Dit snap ik dus echt niet. Kijk, dit is echt gewoon zijn fout, zeg maar. Kijk, zo'n Lewandowski, weet je, die doet dat niet expres. En deze gast denkt gewoon, ik schiet hem zo binnen. Omdat hij dan denkt van, ja, ik ben goed genoeg of zo. Nee, doe dan gewoon rustig aan, jongen. Gewoon relax. Take a chill pill. En schiet die bal rustig binnen, jongen. Rustig aan, goos. Jezus, ook weer ver naast, jongen. Oh, echt triest. Oh, hij had één stap moeten maken. En dan stond hij gewoon voor echt letterlijk voor open goal. Nu ook maar. Dit is Champions League, heb je het gezien? Mag er wel in op zich, maar... Ja, oké, okay, mag er wel in, hè. Mensen, mag deze bal erin? Jawel, ja, mag er wel in, mag er wel in. We krijgen nu wat ouderen te zien. Oh, jongens. Zo heeft een Feyenoorder, volgens mij, Thomasson heeft een keer ook zo overgeschoten. Bij Ajax ook een keer, maar ik weet niet meer precies wie. Oh, dit kan toch niet? Oh, mijn god, jongen, hoe doe je dit überhaupt? Ja, dit is gewoon nonchalance, waar slaat dit op? Hé, Ibra. Mata. Goeie Spaanse voetbal. Oh, jongens.
Zou in de Eredivisie ook zulke missers geweest zijn? Zal ik het opzoeken? We hebben hier de 10 grootste missers in de Eredivisie. Nou, ik ben benieuwd. Oh, Feyenoord op 1. Oeh, Jens, jongen. Ik kan je nog wel herinneren. Die had er wel in gemogen, ja. Die had er op zich wel in gemogen, ja. Oké, wat hebben we hier? Wie is dit? Dit is die boeren, toch? Ja, is gewoon slecht. Maar hij is gewoon slecht, toch? Kijk, als spits moet het er natuurlijk in. Maar hij is geen enorme misser, toch? Als we even heel eerlijk zijn. Gewoon, ben je gewoon niet goed genoeg. Oké, dit, ja. Naar binnen, ja. Oh. Veldwijkie. Lekker naast, man. Goed. Ik snap gewoon niet hoe je na... Ik snap het gewoon echt niet. Ja, ik, mensen, even voor de duidelijkheid. Ik kan niet goed voetballen, dat weten jullie allemaal. Ik kan er geen tyfus van. Maar een bal op doel schieten kan ik volgens mij wel. Wat een paas. Welke club is het überhaupt? Oh ja, of Betje was dit. Oh mijn god. Dit is zo stom. Dit is zo ver naast. Dat is wel met zijn links. Kijk, met mijn links kan ik ook niks op zich. Daar kan ik nog wel inkomen. Nee, maar was denk ik een polletje op het kunstgras. Die de bal wat omhoog wipt. Laten we daar maar op houden voor Bram van Polen. Dat het gewoon een polletje was. Gewoon een normaal polletje waardoor de bal omhoog schoot. Dit kan gewoon gebeuren. Jezus Christus, je schiet er gewoon 2 doels over, zeg maar. Holy shit. Oh. Oh mijn god. Armenteros, paal, lekker. Ik wil sowieso niks. Oh, Rosheuvel. Oh mijn god. Mister Rosheuvel, ik zweer het je. Rosheuvel heeft nog een veel grotere kans gemist. Maar zou hij hierin zitten? Hij heeft 100% nog een grote. Dat was de grootste misser van de Eredivisie, gewoon. Maar ik weet niet of hij hierin zit, die misser. Oh, je zit er ook wel ingemogen. Wie is die nummer 10 dan? Is dat Labiaf? Zo, Labiaf, wat doe je, jongen? Dit moet de Rosheuvel zijn, 1. 1 moet de Rosheuvel, dat kan niet anders. Ja. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal, dit. Oh, mijn god. Dit kan toch niet? Die heeft gewoon in 1 seizoen gewoon 200% goals heeft hij gewoon naast geschoten. Oh, maar deze is echt erg. Ja, dit kan niet. Oh, maar het is wel, hij heeft wel zelf door dat hij een fout heeft gemaakt. Dat vind ik dan wel weer goed van hem. Ik kan me zo oprecht niet voorstellen dat ik nog grotere missen ga zien dan ik al gezien heb. Maar dit zijn blijkbaar de 10 grootste missen die er zijn. Nou, ik ben benieuwd. Dit is Jungberg. Dat is was een icon op FIFA of een legend. Nu niet meer. Oh, mijn god, jongen. Oh, ja, maar met dit soort kutvelden kan die bal gewoon opstaan. Dan ben je gewoon de Sjaak, hè, als die bal hard aankomt. Dat is gewoon zo. Oh, man. Wat gebeurt hier? Oh, nee. Hoe kan dit? Gewoon een... Oh, hij zei ook van, hoe heb ik het ooit gemist? Yakubu Ayibeni. Holy shit. Oh, hoe dit... Oh. Kijk, dit is anders. Deze bal staat er niet op. Was het op het WK? Was het op het WK van 2010? Want deze wel de WK 2010 bal hadden ze volgens mij. Oh, dat zou echt triest geweest zijn. Torres. Oh, ik vind het zielig. Ik vind Torres namelijk echt een legend, maar dit, ja... Dit is gewoon wat minder. Ja, Torres, sorry man. Sorry dat je hier zo in zit. Ja. Oh. Een klein stapje meer zetten en dit is een gratis goal. Dit is, oh, je gaat hier ook zijn leven lang terug zien komen, gewoon overal. Echt zielig. Ah, goed beeld dit. Forlan. What the fuck. Maar hoe mis je dit? FC, dit kan je... Gast, dit is zo onder. Hoe kan je dit nou... Ik snap het gewoon niet. Goed gekeept trouwens dit. Wat doet hij? Ik snap het, wat doet hij? Nee, maar dit is een goeie dit. Oh, en ook daarna niet, hè. Daarna krijgt hij beelding nog zo tokker in doen, maar dat lukt ook niet. Is ook op het WK dit. Toch? Volgens mij. Oké, misschien toch niet. Nee, toch niet op het WK, denk ik. Dat is niet echt een WK-shirt die anderen aan hebben. Nee. Marco Junior. Hé, is dit van PSV? Oeh! Is die gast van PSV? Ja, voor mij wel, ja. Ah, hier hebben ze hem dus gescout. Holy crap. Oh, wil je hem leuk in het hoekje schieten of zo? Schiet hem gewoon naast. Leeft die Marco Junior nog eigenlijk? Hoe zit het? Die speelde heel veel basis en nu zie ik hem echt nooit meer. Oké, missetje van Ronaldo. Nou, wat zal hier gebeuren? Ik gok die bal zo en dan zo over. Ja! Puntje voor Koen. Dank u. Puntje voor Koen. Heerlijk. Ja, met een stuit. Ja, moet er altijd in. Is wel wat kutter. Ronaldinho. Huh? Oeh, die... Oh, die maakt gewoon een pannen bij zichzelf. Oude trucendoos, hè. Wat een legend. Wat is dit? Silvio... Oh, mijn god. Dit is een Choupo-Moutinho'tje, dit. Die gaat op de bal staan. Oh mijn god. Wat doet hij? Oh mijn god. Dit meen je niet. Nou, dit is dus de grootste misser, zeggen ze. Van Fahad Khalifa. Dit is nice. Goed dit. Goed. Doe aan. Dit is toch niet normaal. Dit is toch niet normaal dit. Dit is toch niet normaal. Wie doet dit nou? Jongens. Hij stond hier in ieder geval. En hij schoot hem zo naast. Hoe moeilijk is het nou? Dit moet je pas instarten als je video voorbij is. Ongekend. In ieder geval mensen. Ik hoop wel dat jullie deze video leuk vonden. Vond je deze video nou leuk? Zeker een duimpje omhoog. Wat voor voetbaldingen wil je de volgende keer zien? Dan ga ik er zeker op reageren. Ik heb een Reddit pagina aangemaakt. Maar het duurt 30 dagen voordat ik een subreddit kan maken. Voordat jullie filmpjes kunnen insturen. Duurt nog even. Maar ik hoop wel dat jullie het leuk vinden. Doe zeker een duimpje omhoog. Verder als het like zijn. Want top zijn. Abonneer op mijn kanaal. Dat kan hier. Wil je andere video's van mij zien? Dat kan. Klik dan hier of hier. En ik zie jullie graag bij de volgende video. Dus like veel meer de volgende keer. En ik zeg doei!
Ik weet niet wat dat betekent. Als je wilt, kan ik op internet zoeken naar... Ik zie u graag bij de Wolle, die is, dan gaan we gewoon een keer, doei. Doei.